In deze analyse gaan we het hebben over Realty Income. Realty income is een vastgoedfonds met hoge kwaliteit, gediversifieerd vastgoedportfolio. Met echt een aantrekkelijk potentieel rendement. Ik heb er zelf een positie in genomen. En ik denk dat het rendement tussen de 10 tot 20 procent per jaar kan zijn. In ieder geval voor de lange termijn tussen 2024 en 2027. Ik zou je ook laten zien in deze analyse waarom. En deze analyse van Realty income is onderdeel van een grotere video over de vijf interessante uh, vastgoedfondsen of REITs in het algemeen. Uh, en uh, daar gaan we dus uh, eigenlijk ook aparte analyses voor maken voor mensen die zich willen verdiepen erin. Nu even een klein stukje side note. Mijn uh, uitspraak is totaal niet perfect, dat weet ik ook wel. Realty income, geen idee hoe het echt precies uitspreekt. Interesseert me ook helemaal niks. Ik maak ook Engelse video's, dat heet Business Investors, want we gaan ook uh, de Engelse markt een beetje uh, benaderen. En uh, uh, dat is wel grappig, krijg je soms van de reacties of van mijn uh, uitspraak. Maar weet je, een stukje persoonlijke groei is als je uh, alleen maar dingen gaat doen waar je 100% perfect komt, kan, dan kom je nergens. Deze video's maak ik ook, bam, bam, bam. Gewoon praten, gas geven, want inhoudelijk ben ik in één ding heel goed en dat is aandelen analyseren. En met name groeibedrijven voor de lange termijn. En al de rest eromheen, zoals mijn presentatieskills, video's editen... Allemaal laat ik, laat ik links liggen. We gaan gewoon gas geven en goede analyses maken voor aandelen. Dat is de toevoegde waarde van Happy Investors. Dus volg zeker ons voor meer informatie over succesvol beleggen. En ook een stukje mindset en persoonlijke groei. Waarbij we relativeren naar wat belangrijk is. En dat is niet geld. Dat is ook niet rendement. Wat belangrijk is, is dat we ervan groeien. Plezier hebben. En in de tussentijd verdienen we wat geld met aandelen. Lekker belangrijk. Maar we doen het wel. Nou, gaan, laten we gaan kijken naar real-to-income en de analyse ervan. Allereerst heel handig, bij mijn accountje bij Interactive Brokers kunnen we de Morningstar Fair Value eh, bekijken van Realty Income met de ticker O. Nou de average price target is 60, die komt straks ook weer terug bij 6 rank. En eh, wat ik wil laten zien is hier in de fair value estimate van Morningstar is 76, uh, 76 dollar. Je ziet het, de huidige prijs is 51. Begint zelfs weer een klein beetje te dalen. Dus dat betekent een beter instapmoment om een ondergewaardeerd aandeel te gaan kopen. Baseer ik niet alleen maar op deze berekening. Ik heb zelf ook een intrinsieke waardeberekening gemaakt. Alleen voor vastgoedfondsen is dat toch weer net een ander iets. Dus uh, dat is moeilijker, uh, in mijn opinie. Dus ik combineer meerdere bronnen om te bevestigen of iets in ieder geval enige margin of safety heeft. Morningstar rating is 5%. Nou, dat is uh, natuurlijk best wel interessant. Geen economische moot, maar ik kan je verzekeren, het Vastgoedprofiel uh, of portfolio moet ik zeggen van deze uh, provider is heel gediversifieerd en goed. Nou, heel interessant is dat historisch gezien staat nu het aandeel op een hele lage waardering. Op dit moment is de uh, prijs to AFFO. Dan denk je van, AFO, Nou, dat staat voor adjusted uh, funds from operations, een soort van cashflow van operaties, operationele cashflow, maar niet helemaal hetzelfde. Nou, die AFO uh, dan met die A, dan staat voor adjusted, en je kan ook kijken naar funds from, from operations. Straks daar meer over. Maar dat is de criteria om te kijken naar vastgoedfondsen qua waardering. Je ziet op dit moment staat hij zo rond de 12,76. En niet heel lang geleden was hij tijdens de coronacrisis ook op ja bijna dat niveau. Ik Kan hem net niet aantikken. Oh, daar was hij 13,06. 13 dus hij staat zelfs op dit moment op een lagere waardering. Heel interessant. En je ziet in het verleden is die eigenlijk niet vaak uh, tot dat moment gekomen. Vijftiende keertje en dan later hier, wow, 17, 16. En eigenlijk alleen in de financiële crisis is de prijs door Afro een keertje naar de 8, rond de 8 tot 9 gekomen. Nou, op dit moment is de lange termijn groei wat minder gunstig, maar de historische waardering is gewoon heel erg laag. En uh, de kans dat uh, dit bedrijf gaat groeien... Al is het maar een kleine groei, die lijkt mij heel erg aannemelijk. Nou, wat is dat dan, die aanname? Nou, de aanname is eigenlijk, dat zien we hieronder, uh, vastgesteld door meer dan 16 analisten. Ik kan je verzekeren, die kunnen dat beter dan wij. Um, en het is natuurlijk altijd maar een, een prediction. Alleen de aannames hier zijn niet erg hoog. Dus dat is gunstig om te begrijpen. Ze geven aan, de afvo-groei zal rond de 4. Uh, 2,8 en 2% zitten dus uh, even afgerond gemiddeld 3%. Nou, dat is niet uh, overdreven hoog. Uh, 3% groei per jaar. Alleen omdat de waardering al relatief laag is, betekent dat met zo'n groei dat je eigenlijk een fair value krijgt van 14,38. Wat betekent dat? Dat betekent dat de, to de total annual weight of return, dus het jaarlijkse gemiddeld rendement, zou in potentie 12,8% kunnen zijn. Dit is wel inclusief dividend. Klinkt heel goed. Het wordt beter, want real income is eigenlijk een van de bekendste vastgoedfondsen. Het staat eigenlijk wel bekend als de maatstaf van hoge kwaliteit. Dus historisch gezien heeft deze een veel hogere normale waardering. Dat noemen we de normal multiple. Als we kijken naar de normal multiple, dan zien we dat de vijfjaarlijkse normal multiple is geen 14,3 maar 19. We kunnen ook uh, kijken naar bijvoorbeeld 15 jaar gemiddeld zien we 17 en uh, op 20 jaar zien we eigenlijk 17,67. Dus je ziet eigenlijk dat de normale multiple ligt eigenlijk veel lager. Dus zelfs als we het minst hoog pakken, dus dat is die 17,69, dan zien we met dezelfde groeiaannames, gemiddeld ongeveer 3% afvoeggroei, dan zien we dat potentieel rendement in zelfs gewoon 20% per jaar kan zijn. En alles dankzij deze relatief lage waardering op dit moment. En u ziet het, hoe lager de waardering, dan heb je niet heel veel groei nodig. Dus dat noemen ze eigenlijk typisch gezien value investing. Stabiele bedrijven met een relatief lage groei. Stalwarts, ook wel genoemd in termen van Pieter Lynch. Um, ...maar wel een relatief lage waardering. Nou, ik hou zelf van groeiaandelen en groeibedrijven. Dat vind ik ook gewoon spannender en leuker. En uh, ja, is wat meer foutgevoelig, maar het kan ook uh, mooi uitpakken. Maar dit is gewoon typisch gezien een stukje value investment. En normaal gezien zou ik REITs niet kopen. Waarom? Nou, dat kunnen we bijvoorbeeld zien aan de performance. Dat is heel interessant, overigens, om dat te vergelijken met S&P 500. Eigenlijk vastgoedfonds halen gewoon historisch gezien een lager rendement... Dat is gewoon aandelen halen, historisch gezien een hoger gemiddeld rendement dan vastgoed. Kan je misschien niet geloven, zeker niet met de peri perikelen van de laatste tijd in vastgoed, maar het is wel degelijk zo. Uh, hier zien we het terug eigenlijk uh, in vergelijking met de SP 500: zien we dat het uh, jaarlijks gemiddeld rendement, en dat is dan in deze tijdschaal vanaf 2007, als ik het even snel zie, is het jaarlijks rendement uh, uh, hier zo is rond de 7,4%. Terwijl de S&P 500 is met gemiddeld 8,5% rendement... Uh, ieder jaar gestegen. Gemiddeld genomen uiteraard. Hè. Dus um, ja, heel objectief gezien is een vastgoed... of een ETF zoals S&P 500 met 500 bedrijven... dus met veel meer spreiding... is een betere investering dan uh, real time income Gaat niet over voor alle vastgoedfondsen... maar wel voor dit vastgoedfonds. Alleen op dit moment is dus de waardering relatief superlaag... En als het zo is dat die groei wordt gerealiseerd en er komen weer wat meer optimistische kijk op de vastgoed in het algeheel over bijvoorbeeld drie jaar en de waardering begint weer flink te stijgen, dan heb je dus gewoon zomaar 20% gemiddeld rendement per jaar te pakken. En dat is dan ook denk ik voor mij het moment wanneer die op fair value is, dus op de waardering zoals die hoort te zijn, dan verkopen. Of als die een heel sterk positief momentum heeft, even wachten natuurlijk tot dat momentum doorzet en te gaan verkopen tegen een nog hogere prijs. Dit is allemaal gewoon mogelijk. Je hebt gewoon heel veel geduld nodig... en dan eens in de zoveel tijd zie je van die kansen. En ik denk dat dit een van die kansen is... om te grijpen waarbij je relatief laag risico hebt... en een potentieel hoog rendement. Ik zei het al, er is ook een worst case scenario... kan alles kan dalen. Zeker op de korte termijn kan alles in de min gaan. Maar zelfs op, laten we zeggen, de komende drie tot vijf jaar... kan het zo zijn dat het... Dat er geen groei is vanuit het vastgoedfonds of dat het klimaat van vastgoed dermate moeilijk is voor management dat ze geen winst kunnen maken. Ja, en dat betekent ook dat het koers zal dalen. Of dat de koers gelijk blijft, maar dan heb je in ieder geval nog wel een hoog dividend. Dividend is uh, relatief hoog bij uh, reality income. <clears throat> dat is gunstig. Uh, eerst even een stukje over de valuation. Je ziet, je ja, krijgt een B-min. En de Quant Rating is een buy. Het is, het is niet de hoogst gewaardeerde binnen de sector. Een andere die we gaan behandelen is VC Properties. Die heeft een hogere rating. Dat betekent dat die gunstiger scoort op meerdere factoren. Uh, maar je ziet hier <coughs> inderdaad die prijs af over volgend jaar wordt geschat op 12,4. Total Debt to Capital is relatief sterk, namelijk 40%. Wat lager is dan Sector Median. Dus dat is gunstig. Je ziet ook de Dividend Yield. Hier op dit moment bijna 6% en voor volgend jaar wordt zelfs verwacht 6,3% aan dividend. Dus ook al gaat de koers helemaal nergens naartoe en jij blijft geduldig vasthouden, dan heb je gewoon relatief uh, een mooi dividend te pakken. De dividend is natuurlijk heel erg belangrijk en real 2 income staat bekend om haar dividendhistorie. Een nadeel is wel, de payout ratio is relatief hoog. Uh, dividend is dan ook relatief hoog. En je ziet hier 26 jaar dividendgroei. Laten we eens kijken naar die dividendhistorie even snel. Dan zien we dat aan één volgende jaren aan dividendgroei is er 26 jaar. En het vastgoedfonds keert al 26 jaar op rij dividend uit. Dus eigenlijk gewoon sinds dat ze begonnen zijn. Dus dat is natuurlijk een heel sterk signaal. Ook in de jaren zoals die crisis, maar ik denk belangrijker de financiële crisis, heeft Real2 Income gewoon altijd dividend uitgekeerd. En dat dividend is blijven toenemen. Dus daarom staat dit fonds zo bekend om haar hoge kwaliteit. En ik denk dat dat een van de betere investeringen is uh, in verhouding tot het risico. Ik kan ook wel een aantal vastgoedfondsen benoemen die potentieel veel hoger rendement hebben in potentie. Maar die hebben ook een hoger risicoprofiel. Dus ja, het is maar net wat voor afwegingen je wilt maken in je eigen portfolio. Hier zien we een aantal goede cijfers. Nou, even uitgelicht... Uh, de netto winstmarge is relatief hoog met 21%. Je ziet ook netto inkomen per personeel is relatief hoog vergeleken met sector median. Zowel het verschil of je nou 2 miljoen per collega maakt of 200.000. En zo zijn er een aantal zaken dus om uh, ja, wel um, leuk te vinden aan real-time income. Ook op de korte termijn zien we dat de price target van 6 rank ligt rond de 57. Nou, dat is uh, ietsje hoger dan de huidige uh, uh, aandelenkoers. En we zagen ook een andere prijstarket van Refinitiv Ratings, die was rond de 60. Dat is allemaal korte termijn. Hier wordt ook aangehaald in die um, uitgebreide analyses van zes rank die ik soms tot mijn beschikking heb van, ja, de portfolio is wel diversified, uh, de verschillende landen. Hier zien we ook, de um, company derived 91% of its annualized retail contractual rental revenues from tenants with a service, bla bla bla. Low price point component. En dit is in ieder geval samenvat gunstig. Er zijn ook wat zaken die ze niet leuk vinden. En dat zagen we ook al terug bij Morningstar. Maar dat is altijd zo. Meer interessant is deze ontwikkeling. En dat zagen we dus ook terug bij Fastcrafts. In principe wat je hier ziet is dat de koersprijs die daalt onder de, de consensus estimate. Nou, normaal zit de EPS. Um, hier zal het anders zijn. EPS ja, is inderdaad, Represents Funds from Operations, dus FFO per share. Dus dat is wel een belangrijke noot. Dat is omgezet naar de waarderingsmethodiek voor vastgoedfondsen. Deze grafiek is eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als uh, uh, wat we hier zien. Uh, ah, ik moet je even laden. Ja, je ziet in ieder geval dat die koersprijs hier, die is gedaald onder die oranje lijn. En die oranje lijn is de fair value lijn. Dus dat zou eigenlijk de, uh, de gerechtvaardigde intrinsieke waarde zijn ten opzichte van de groei. Die het realiseert. En dit is de normale multiple, daar hebben we het over gehad. Daarom is het potentieel rendement van real to Income best wel interessant. En zo niet, dan heb je in ieder geval op korte termijn een mooi dividend. Nou, voor de, voor de hele korte termijn. Um, ik heb real to Income hier zo gekocht uh, op dit moment. Dat doe ik op basis van die indicatoren die we hier zien: dat de stochastics begint positief te worden. De MACD begint de positieve kruising te vertonen. En hier dan ook de prijs boven de EMA 20. Dus voor mij was hier het koopmoment. En ik stond nou op zo min 2% in mijn portfolio. Dus ah, dat klopt ongeveer wel. Hè? Want hij is nu ietsje gedaald. Kijk, en nu zie je eigenlijk had ik hier moeten verkopen. Ook het algoritme wat we gebruiken. Uh, niet zo spannend, maar die geeft ook een verkoopsignaaltje... op basis van langetermijntrends. trends. Maar ook de korte termijn trends die ik gebruik, uh, de indicatoren, die tonen aan de verkoop. Maar ik heb zoiets van waarom ga ik verkopen uh, als rialdu inkomen een langetermijnbelegging is. En hij is ondergewaardeerd, het fonds. Zeker te weten. Als het fonds verder daalt tot dit niveau hier, uh, dan heb je technisch gezien een uh, steunniveau rond 49. Dat is, uh, en als er dan steun komt en de prijs begint weer te stijgen, dan zou dat een heel mooi instapmoment kunnen zijn voor jou als langetermijnbelegger. Dus rond de prijs van 49. Echter dan wachten totdat de prijs weer stabiliseert en weer begint te stijgen. Nou, je kan ook. Uh, Aanmelden op Happy Investors, dan krijg je toegang tot uh, onze technische analyses als een wekelijkse update met dit soort kansen. Niet alleen van real-to-income, maar heel veel aandelen. 500 plus, ook 200 plus ETF's. Allemaal die wij vroeg identificeren op basis van de indicatoren die we gebruiken. En ook regelmatig met updates vanuit factoranalyse zoals je hier ziet. Uh, we doen maandelijkse topaandelen, doen we online zetten uh, met allerlei hoge uh, aandelen die hoog scoren op factoranalyse. Dus heel veel voordelen voor relatief weinig.